Jezus, wat ik allemaal heb meegemaakt, de shit die ik allemaal heb gezien. Maar goed, welkom bij een nieuwe aflevering van Vraag Vakantie. Hallo. Jeetje mineetje zeg. Oh, lekker slokje water. Hey, wat gaan we allemaal doen deze week? Deze week ga ik een kleine inhaarslagen. Inhaarslagen! Niet te verwarren met hegelslagen. Hegelslagen, want dat staat in de kast. Nee, een inhaalslag. Ik ga een kleine inhaalslag doen, want jullie hebben natuurlijk heel veel gemaild de afgelopen tijd. Ik ben een tijdje weg geweest. En er waren nog om te vragen. Er waren een vap op. Deze moment. Daarop ik het even staan. Nee, er waren nog een aantal vragen onbeantwoord. En daar houdt Vincent niet van. Dus die ga ik deze week eens even lekker doornemen met z'n allen. Daarbij een aantal nieuwe vragen. En dan ben ik weer helemaal up to date. Up to date. En ik moet zeggen, jullie stellen best wel heel veel vragen. En heel veel vragen zijn best wel hetzelfde. Dus die ga ik niet beantwoorden. Nee. Want ik ben geen, weet ik veel. Dus jongens, aan de slag. Aan de slag met de vragen. Weet ik veel. Van Quinny. Dat is Finny, maar dan met KB. En zonder V. Nee. Oh, voor ik het vergeet. Vincent zou Vincent niet zijn als die niet even tussendoor... Weet je, dat je denkt van, goh, hij gaat beginnen en dan gaat hij toch niet beginnen. Ik heb deze week een hele speciale verrassing voor jullie. Want ik ben met nieuwe merch bezig. Merch! Woehoe! Merch! En ik heb de proefdruk ontvangen. Hij ligt hier. Hier ligt hij. Zie je? Maar ik ga hem nog niet laten zien. Ik hou het lekker spannend. Oh, wat een heerlijke cliffhanger. Nee, is geen cliffhanger. Ik hou het gewoon spannend. En één van jullie kan die rakker winnen. Maar daarvoor moet je wel wat doen natuurlijk. Ik ga hem niet zomaar weggeven. Ja, ik geef hem wel weg, maar je moet er wel wat voor doen. Nou, je hoeft er niks voor te doen, maar ja, dan krijg je hem niet. Heel simpel. Maar goed, dus dat parkeren we voor later. Die is voor later. En dan gaan jullie het vanzelf wel merken. Dus van Quinny. Gegroet Vincent. Als je aan het denken bent, ben je dan niet eigenlijk alleen maar aan het luisteren naar je eigen stem? Ik vind het best een bizar idee als ik er zo over nadenk. Maar dan moet ik weten. Ja, dan moet jij ook lekker weten, Quinny. Nog een hele dikke vette hallo. Ben je dan niet alleen aan het luisteren naar je eigen stem? Jouw gedachten worden natuurlijk gebaseerd op al die shit die je hebt meegemaakt. En vanuit daar komen die gedachten opborrelen. Maar of dat je eigen stem is. Je zou het je inner voice kunnen noemen. En ja, die wordt gecreëerd door alles wat jij hebt meegemaakt. En in je leven en alle karma die je hebt verzameld. Is het je eigen stem? Nou, ik heb geen idee. Dus ik denk...
ziels, een harten. Nee. Het is niet je eigen stem. Want wat jij bent is bewustzijn. Dus jouw stem, ja, dat hoort bij je lichaam. En jij bent niet jouw lichaam. Ja, je bent nu dit lichaam. Althans, je denkt dat je dit lichaam bent. Maar eigenlijk ben jij bewustzijn. Een grote bron van goddelijke liefde, creatie. Hè? Dat is wat jij bent. Althans, dat is mijn waarheid hoor. Althans, dat is mijn idee daarover. Jij bent bewustzijn. Dus jouw gedachten, ja, dat is niet jouw stem. Die komen, die gaan, weet je. Soms heb je gedachten over, heb je in één keer een goed idee voor een filmpje, voor een boek of weet ik veel wat. Is dat dan jouw eigen stem? Ik denk het niet. Soms zijn het, weet je, stemmetjes in je hoofd. En die zitten in jouw hoofd. Omdat vroeger jouw moeder 25.000 keer tegen je zei, ja, niet van de bank afspringen of zo. Dat is gevaarlijk. Of weet ik veel wat allemaal. Dan zit dat in jouw brein geprent. Maar dat betekent niet dat dat jouw stem is. Dus nee, ik denk niet dat het je eigen stem is. Gedachten zijn gedachten en die moet je gewoon zien voor wat ze zijn. En het zijn gedachten en die komen en die gaan. Ook die gaan voorbij, dus moeten zij lekker weten. Ik denk niet dat het je eigen stem is. Het is je inner voice en waar die vandaan komt. Joost mag het weten. Van Iggy. Een hele goede morgen, Rochel, da Vincent. Adem jij wel eens? Wat is dit nou voor vraag? Weet je? Adem ik wel eens? Even normaal, man. Maar, dan gaat hij verder. Wat vind jij van de Wim Hof methode en geeft dit meer licht? Wim Hof methode, die Wim Hof boort zijn eigen DMT aan, hè? Wim Hof, dat is de Iceman. Die pleurt zichzelf in de bak met ijs. En die doet ook heel veel met ademwerk. En DMT is een lichaams-eigen stof. En er zijn heel veel manieren om die op te wekken. In de longen wordt de meeste DMT geproduceerd. Dus als jij aan ademwerk doet, dan open je natuurlijke poorten naar de dimethyltryptamine-werelden. En daar kan je heel ver mee komen. Dat is met meditatie, de medicijntjes natuurlijk. Kijk, ik heb hier. Ik ben vandaag lekker alleen. Dus ik ben vandaag lekker aan het microdoseren met de San Pedro cactus. En dat is ook hoe zeg je dat? Een entheogeen, een medicijnplant. En microdoseren betekent dat je hele kleine beetjes neemt. En dan zet je de poorten wel open, maar je gaat niet teringhard trippen, weet je wel. Dus dat ben ik lekker aan het doen vandaag. Maar we hadden het over Wim Hof. Ik heb me niet echt onwijs verdiept in Wim Hof, maar ik weet wel dat hij heel veel met ademwerk doet. En dat hij dus in het ijs gaat zitten en daardoor kan jij je natuurlijke bronnen van de DMT aanboren. Dus wat vind ik van Wim? Ik vind er weinig van, weet je. Wim Hof doet het op die manier. En ik heb meditatie, ja, ik heb daar geen geduld voor. En dat is juist het dingetje met meditatie, want dan word je dus, en dan hebben we het ook over de stemmetjes in je hoofd gelijk. Meditatie moet je dus, het heeft ook met ademen te maken en met de gedachtenstroom, hè. Dat je op een gegeven moment gedachteloos bent en dan kom je bij de bron. ik heb daar geen geduld voor. Althans, op dit moment niet. Want ik heb heel veel dingen te doen. Ik heb twee kinderen die de hele dag hier rondrennen. Als ik vrij ben, dan ben ik eigenlijk de hele dag thuis papa. En er is weinig tijd voor meditatie. Ik wou zeggen medicatie, maar daar is natuurlijk altijd tijd voor. Hè? Nee, dat is niet meer. Dus ja, ik doe het op andere manieren. Ik doe het in ceremonie met de planten en iedereen heeft zijn eigen manier. Sommige mensen die hoeven eigenlijk helemaal niet te mediteren of Wim Hof na te doen of medicijnplanten, die zitten al daar. Maar goed, bij mij werken de medicijnplanten het beste. Misschien dat ik ooit me nog op meditatie ga werpen. Werpen? Weet ik veel. Maar goed, nu dus niet. En Wim Hof, fijne peer. Ik ken hem verder niet. Maar ja, als dat voor jou werkt, dan moet je dat lekker gaan doen. Maar ik weet dus wel, wat ik dus net heb verteld, ik ga niet in herhaling vallen. En als het hele bestaan energie / licht is, wie schildert er dan? En wat voor kwast wordt er dan gebruikt? Wie of wat er schildert, dat is bewustzijn. Hè? En
de superziel, de grote creator, waar wij dus een stukje van zijn. Dus uiteindelijk is onze grote creator de schilder, maar wij zijn het ook. En wat voor kwast wordt er dan gebruikt? Alles begint met gedachten. Hè? Daar hadden we het net over, de gedachten creëren jouw realiteit. Hè? Als jij wakker wordt en je voelt jezelf en je denkt van Jezus, wat een kutdag. En je blijft in die gedachten hangen, dan wordt het ook een kutdag. Maar als jij denkt, Jezus, wat een mooie dag. Hè? Wat gaan we vandaag eens even lekker doen? Dan wordt het een topdag. Dus gedachten zijn ook energie. Met jouw gedachten creëer je jouw werkelijkheid. Hè? Want vanuit je gedachten volgen acties. En vanuit de acties ontstaat de realiteit waar wij ons nu in bevinden. Laten we het zo zeggen. Dus wees voorzichtig met wat je denkt. Althans voorzichtig. Probeer je gedachten onder controle te krijgen. Kijk, soms tering straalt er iets op de grond. En dan denk je bij jezelf, god tering tyfus. Hè? Kanker straalt er nou een glas cola op de grond. Maar je kan ook denken, kanker straalt een glas cola op de grond. Even een doekje pakken. Weet je? Dus eigenlijk is er geen goed en slecht. Het is alleen wat jij ervan maakt. Ook al is het zogenaamd slecht, dan is er altijd een silver lining. Is er altijd iets positiefs aan te ontdekken. Dus probeer niet gelijk in de negatieve gedachtenstroom te geraken, maar probeer te relativeren. Hè? Denk bij jezelf, ja, wat gebeurt er nou echt? Is het goed, is het slecht? Wat voor de een goed is, is de ander weer slecht. En voor wat de ander slecht is, is de ander weer goed. Dus ja, eigenlijk gebeuren er alleen maar dingen. En wat jij ermee doet, ja, dat is aan jou. Dus dat moet jij weten. Wie schildert er dan? Bewustzijn en wat voor kwast? Actie. En vanuit actie-reactie, karma. De shitshow waar wij nu in zitten, die hebben we zelf gecreëerd. Maar, dus dan kom ik weer. Dus de shitshow, dat is eigenlijk al een oordeel wat ik plak op wat er gaande is nu in de wereld, weet je wel. Maar eigenlijk zitten we gewoon in een proces. Hè? En het mooie eraan is. Want het is zogenaamd negatief. Maar we kunnen ook een hele andere wereld creëren. Hè? Daar zijn wij toe in staat. Dus de keuze is aan ons. Hartstikke leuk. Een hele fijne hallo en een goede dag. Ja, jij ook een hele goede dag, Iggy. Van Juliana. Fijne hallo, Vincent. Dus jij ook een hele fijne hallo, Juliana. Ik hoop echt dat je een hele fijne hallo vandaag. Ja. Het overgrote deel van de mensen slaapt. Ja. Wie ben jij dat om te bepalen? Maar, ik heb ook wel een beetje het idee dat dat zo is. Maar goed, daar kunnen die mensen niks aan doen. En vandaar mijn vraag. Hoe ga je om met de mensen die niet spiritueel zijn ontwaakt? Ik vind het moeilijk om te zien hoe mensen slaaf zijn van het systeem en mij als gek zien. Ik kijk uit naar tips en adviezen. Moet ik weten? Nou ja, kijk, hoe ga je om met mensen die niet spiritueel zijn ontwaakt of die niet zijn ontwaakt? Dat is een hele moeilijke. Althans, ze zijn maar niet moeilijk. Gewoon leef jouw waarheid. Leef jouw licht. Leef de wereld die jij graag wil zien. En dan zal je vanzelf gaan zien dat de mensjes die nog in de massapsychose zitten. Want laten we dat maar zo even noemen. Dan zal je zien van denken, dat de mensen denken van, hij heeft het helemaal naar zijn zin. En ik loop hier een beetje doodsbang te zijn. Omdat ik in mijn hoofd ben geneukt door een stelletje verhalenvertellers. Sprookjesvertellers. Maar ja, sprookjes kunnen ook waarheid worden. Dus, nou ja, kijk waar we in zitten. Hè. Dit sprookje is ook een tijdje waarheid geweest. Maar goed, we zitten gelukkig bijna op het eind. Want wie nog gelooft in deze farce, in deze klucht. Ja, dan ben je echt. Sorry, ik mag geen oordeel geven. Maar dan heb je echt een plaat bij 15, van 15 bij 15 voor je hoofd. Maar goed, het mooie aan deze tijd is dat iedereen uiteindelijk wel gaat ontwaken. Of dat maar een groot deel van de mensheid zal ontwaken. En die mensen moeten de kar gaan trekken, weet je. Wat ik vorig jaar ook al zei. Als jij in een hele donkere ruimte een kaars aansteekt, moet je kijken hoeveel licht dat geeft. Dus het is aan de mensen die ontwaakt zijn. Of die zien. Die het leven zien voor wat het is. Of die het spel zien voor wat het is. Dat ze hun droom gaan leven, dat ze hun waarheid gaan leven, dat ze hun hart gaan leven en dat ze lief gaan zijn voor alles en iedereen. Want alleen daardoor trek je mensen mee. Je kan wel zeggen van boep, 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 boep. Word nou eens wakker man, het is helemaal niet zo, maar ja, dan gaan die mensen niet meer wakker krijgen. De mensen moeten zelf wakker worden.
En ze moeten helemaal niks. Ze mogen ook blijven slapen. Dat moet zij lekker weten. Maar de mensen die ontwaakt zijn, moeten de kar gaan trekken. Dus met het ontwaken komt ook een grote verantwoordelijkheid op je schouders te liggen. Moet je kijken wat een verantwoordelijkheid hier op mijn schouders zit liggen. Die blaas je er niet zomaar vanaf. Ha! Maar goed. Even kijken. Dus dat, Juliana. Werk aan de winkel, grote vriend. Vandaan. Vincent, welke paarden heb jij het nou steeds over? Nou, ik weet niet of ik de hele dag over paarden loop te lullen. Maar misschien dat jij anders denkt. Want maar ja, jij denkt waarschijnlijk anders, want dan had je die vraag niet gesteld. Welke paarden? Ik heb het niet over paarden. Ik heb het nooit over paarden. Waarom zou ik het over paarden hebben? Ik heb niks met paarden. Hoewel, ik heb hier wel een inschrijfformulier voor Ponykamp. Daar ga ik heen deze zomer. En ik heb er echt onwijs veel zin in. Want ik ben echt hartstikke gek op paarden en ponykampen. Maar voor de rest heb ik helemaal niks met paarden. Dus ik heb geen idee waar je het over hebt. Daan. Oh, dat is grappig. Van een andere Daan. Hallo Vincent. Ik weet trouwens niet of ik deze al heb beantwoord. Maar ik neem hem toch maar mee in de vraag. Normaal, de dingen die ik heb beantwoord, die wist ik. Maar deze stond er nog in. Maar ik heb het idee dat ik hem al beantwoord heb. Dus ik weet het. Ik weet het niet meer, Daan. Ik weet het niet meer. Vandaan. Hallo Vincent, ik ga binnenkort voor het eerst LSD doen in mijn leven. Ik heb nog nooit drugs of plantmedicijnen gedaan. Nou, drugs is het niet. Een LSD is ook niet echt. Het is een half synthetisch. Het komt van de ergo-schimmel. En vanuit daar is het gesynthetiseerd. Het is half-half. Maar het is wel een plantmedicijn. Het is wel medicijn. En een heel mooi medicijn trouwens. Heb jij misschien tips voor mij qua de setting of iets anders? Nou. Wat ik altijd ga naar www.erowit.org. Daar kan je alles vinden. Maar qua setting. Ja, set en setting. Er zijn een paar gouden regels voor een goede reis met de medicijnen. Daaronder valt set en setting. Zorg dat je in een goede mindset bent. Hè? Dat je je lekker voelt. Zorg dat je gezond hebt gegeten een tijdje lang. Je kan een beetje vasten. Je kan sowieso geen alcohol drinken. Geen andere tering zou je tot je nemen. Ga met een zo rustig mogelijke geest erin. Met een zo schoon mogelijk lichaam. En zorg dat je het lekker neemt. Voor de eerste keer zou ik het niet buiten doen. Zorg dat je thuis lekker naar je zin hebt. Een paar leuke filmpjes. Goede muziek. Lekker eten. Goed eten. Hoe noem je dat? Processed food. Nee, eten met een ziel. Weet je, haal lekker fruit wat je heel erg lekker vindt. En ja, mijn tip is altijd aardbeien met poedersuiker of aardbeien met honing en kokosvlokjes. Dat is goddelijk. Maar goed, lekker fruit, goed eten, lekker drinken. Zorg dat je alles bij de hand hebt, dat je nergens heen moet. Zorg dat je niet gestoord kan worden door een of andere halfmogol. Zorg dat je ouders weg zijn. Of weet ik veel, dat je vriendin pleit is, dat de kinderen pleiten zijn. En zorg ervoor dat je altijd iemand in de buurt hebt. Zeker in het begin, als je er net mee gaat werken. Die nuchter is en die jou kan helpen als het nodig is. Huh? Laat je spullen nakijken. Hè? Je kan in Nederland kan je naar de GGD gaan, geloof ik. Weet het niet. Maar dan kan je het laten testen. En dan weet je wat voor vlees je in de kuip hebt. Dan weet je hoeveel erop zit. Hè? Zorg dat je niet voor verrassingen komt te staan. Hè? Ik heb een keer gehad, had ik net nieuwe LSD binnen. Dus ik gooi zo'n ding er binnen. Een vriend van mij die deed precies hetzelfde op hetzelfde moment. Maar ik ging naar Parkpop in Den Haag. En na een uurtje kreeg ik een appie van, ik merk nog niks. Ik zei, ja, ik merk ook weinig. Hij zei, ik wacht nog heel even. Maar daarna gooi ik gewoon nog één erin. Ik denk, nou, fair enough. Misschien zit er heel weinig op. Maar ja, na een uur begint die tijd. Het besef van tijd begint natuurlijk ook een beetje te verdwijnen. Dus wat wij dachten dat er een half uur verdwenen was, was er misschien 3 minuten voorbij. Dus ik krijg weer een appie. Hij zei, nou ja, weet je wat, ik gooi gewoon een tweede erin. Ik denk, nou, weet je wat, normaal ben ik heel voorzichtig ermee, maar ik was zo overtuigd dat er niet zo heel veel op zat. Ik denk, weet je wat, gooi ik er ook een tweede in. Ondertussen die tijd weer uitgerekt en dit en dat, bla 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 bla. En op een gegeven moment denk ik, nou, wat een kutzegels. Weet je wat? Ik gooi een derde erin.
En ik gooi die derde erin en toen begon ik een beetje te twijfelen en dan werd ik een beetje bang. Ik denk, oh jee, misschien zit er wel genoeg op, maar duurt het gewoon heel erg lang. Ik denk, weet je wat, ik slik hem door, dan wordt het niet zo heftig. Kneus. Dus op het moment dat ik hem doorslik, krijg ik een appie van die gozer. En die zei van, wow, ik begin hem nou toch wel hardcore te voelen, goos. En toen dacht ik van, oh, daar ga ik. En ik zie zo in mijn... In een visioen zie ik zo dat dingetje zo mijn buik in dwarrelen en poef! Toen spat ik uiteen. En toen heb ik 6 uur lang van alles eraan gedaan om bij elkaar te komen. En dat was heftig. Dus wees voorzichtig. Heftig en relaxed was het. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Want hoe heftig het ook wordt, hoe diep je ook gaat, weet... Ook hier komt een einde. Alles komt een eind. Je moet hem alleen even uitzitten. Maar ja, raak niet in paniek en geef je eraan over. Dat is het beste. Want als jij in paniek raakt, ja, dan ben je aan het vechten tegen wat er gaande is. En, ja, dan zit jij er maar niet op te wachten. Dus, nou ja, dus de tips die ik heb net gegeven. Plus, neem de tijd om die shit die je gaat ervaren te integreren in je leven. En dat is eigenlijk het belangrijkste van al het medicijnwerk. Weet je, het medicijnwerk is misschien 5% van het hele werk. Je krijgt daar de handvatten, de tips en trucs, nieuwe inzichten in en over je leven. En dan is het aan jou om die te integreren in je leven. Hetzelfde als met het leven zelf. Je krijgt elke dag lessen en als jij die integreert in je leven, dan krijg je de volgende les. Dus neem de tijd daarvoor om die shit te integreren. Nou, dat zijn een hoop tips en trucs waar je wel mee kan, dacht ik zo. Nou, weer een Daan. Ik blijf Daans beantwoorden. Hallo Vincent, wat weet jij van essentiële oliën? En denk jij dat dit van belang is voor een must-have is voor meditatie? Heb je nog meer tips over mediteren? Nou, ik heb het net over mediteren gehad. Essentiële oliën, prima. Ik heb hier... Ja, ik ben even weg, maar ik ben niet weg hoor. Oh nee. Hij hangt aan dat andere ding. Kijk, ik heb hier... Ik ben niet echt een essentiële oliegebruiker, maar dit is een tabaksolie. En niet de tabak die wij kennen uit de sigaretten, want die planten die worden verkracht. En er wordt niet met respect mee omgegaan. Als je iets geen respect geeft, dan krijg je ook geen respect terug. En we misbruiken de tabak... Enorm hier in het Westen, maar goed. Dit is dus de tabaksolie van de Mapacho tabak uit Zuid-Amerika. En dan kan je, als je het even zwaar hebt, kan je een paar druppeltjes op je hand doen. Doe het zo. En dat verlicht. Het verlicht. Zeker als je op reis bent met de medicijnen kan dat heel fijn werken. Als je door zware stukken heen gaat... He, dat opent je even en dat zet je weer even op aarde. En dat geeft je weer lucht en ruimte. En tabak is een heel mooi medicijn. En wordt voor heel veel verschillende andere dingen ook nog gebruikt. Maar daarover later meer. Of misschien helemaal niet, maar dan moet je het vragen. Dus, nou Daan, dat dus. Het is niet essentieel, maar het is geen essentieel. Het is niet essentieel, die olie. Het is niet essentieel, die essentiële olie. Maar het is wel relaxed. Dus, alsjeblieft, man. Hallo, vakantie Vincent. Ik vind u een hele toffe peer. Kijk, en weer van Daan. Tering, Jantje. 4 Daans. 4. Wow. Mindblowing gewoon. Ik vind u een hele toffe peer. Ja, vind ik zelf ook wel. En nu wil ik graag advies vragen over dieren en de Koran, want ik begin te geloven dat Allah echt bestaat. Nou, moet jij weten. En ik heb ook een hamster die helaas is overleden, dus daarom dat ik ineens geïnteresseerd ben in wat er na de dood komt. Ook dat moet jij weten. Ook dat moet jij weten. Sorry. Klemtoon. Helemaal. En zal ik een nieuwe hamster kopen? Zo ja, zal ik hem dan... Vakantie of Vincent noemen. Of Sylvana. Weet je wat ik gewoon zou doen? Ik zou een nieuwe Sylvana kopen. En haar hamster noemen. Of Zwarte Piet.
Vindt ze leuk. Dus dat. Hallo Vincent. Ik was... Oh, hello. Dit is een buitenlandse gast hebben we hier. Ik heb natuurlijk een tijdje alles in het Engels gedaan. Dat ga ik misschien binnenkort weer doen. Dat vond ik wel grappig. Maar goed, lekker belangrijk. En dit is een English question, hè? What we have here. We have English question, so I will do the answer in the English. Hello, Vincent. I take a sip of water. To smear the throat. Hello, Vincent. I was vragen me af if you have a store. Hello. Hello. Friendly hello van Robin. Yes, Robin, I have a store. I have a horeca store in the center of The Hague. Must I know? Van Marit B. Beste Vincent, heeft u nog advies over het leven? Nog een hele fijne hallo. 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 Ik bedoel, ik ben een groot levensadvies. Dus ja. Very friendly hello. We are very... Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga je natuurlijk wel even antwoord geven. Advies over het leven. Leef die shit, man. Leef hem. Elke motherfucking dag. Weet je... Sowieso in de tijd waarin wij nu leven. Leef je hart, leef je waarheid, leef je droom. En laat je door niks of niemand tegenhouden. De mensen die tegen jou zeggen, als jij jouw waarheid leeft, jouw droom, of als die jou tegenwerken, dan zijn dat niet de mensen voor jou. Parkeer die mensen en ga gewoon een nieuwe tribe zoeken. Weet je wel. Leef het. Leef alle aspecten van het leven, weet je. Want je bent hier maar, met een beetje geluk, 80 jaar. En dat zijn maar 80 lentetjes, 80 zomertjes, 80 verjaardagen. Weet je, het is niet lang en het is niet veel. Dus ja, de tijd die je hebt, maak er wat van. En wees dankbaar. Wees dankbaar voor alle mooie dingen die je mag ervaren elke dag, weet je. Ik heb een tijdje heel onbewust geleefd. En ik denk, wat de fuck is dit voor shit show, weet je wel. En ik heb ook een tijdje alles kut gevonden en een beetje boos op alles en iedereen. Maar ja, daar word je niet gezelliger van. Je kan beter leuk en lief doen tegen iedereen en blij zijn dat je hier mag zijn. Want het is gewoon een fucking mooie trip. Ja toch, ik bedoel, ik weet het verder niet, maar het is fucking magisch toch? Dus ja, leef die shit, wees dankbaar. Wat ik tegenwoordig doe, een tijdje al doe, is voordat ik ga slapen, handjes bij elkaar... En bedenk waar je dankbaar voor bent. Waar je allemaal dankbaar voor mag zijn. Weet je, ik leef in fucking Nederland. Ik zeg niet dat het fantastisch is de laatste tijd, maar het is... Ja, we hebben het hier goed voor elkaar. We hebben het tevreden. We hebben een dak boven ons hoofd. Ik heb vrienden, ik heb vriendinnen. Ik heb fucking mooie kinderen. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Ik kan doen wat ik wil. Ik bedoel, hallo? Lijkt me wel iets om dankbaar voor te zijn. Als je in fucking Gambia bent geboren, dan mag je blij zijn als je nog geen 3 bent en geen Kalashnikov in je handen krijgt geschoven, weet je wel. Ik weet het verder niet. Of dat je niet elke dag 3 dagen vliegen en een bak met rijst, althans, als je dat al krijgt, moet vreten. Wees dankbaar voor wat je hebt, weet je. En ook al heb je het niet, wees daar dankbaar voor, want dan ben je aan het leren, weet je. Je bent hier om te ervaren, om te leren. Daar mag je ook dankbaar voor zijn. Ook al gebeurt er in jou... beleving iets negatiefs, wees er dankbaar voor en kijk, oké, wat kan ik hiervan leren? Weet je, dat zijn lesjes en die lesjes die zijn heel kostbaar. Dus ook daar moet je dankbaar voor zijn. Je moet gewoon dankbaar zijn dat je fucking mag leven, weet je wel. Leef die shit. En ja, wat ook wel helpt is dat je je beseft van, joh, weet je, dit kan wel eens mijn laatste motherfucking dag op aarde zijn. Dus ja... Maak er wat van, dacht ik zo. En wat als dit je laatste dag op aarde is? Wat als? Weet je, wat zou je dan doen? Weet je, wat ga je doen? Ga jij in de fucking Albert Heijn staan met een backpamper op je gezicht? Kanker te wezen over hoeveel kaas je bij moet vullen? Of ga je er wat van maken? Ga je, als je dan in die Albert Heijn staat, ga je liefde doen naar de mensen? Maak er wat van. Wat de fuck je ook aan het doen bent, maak er wat van. Dus leef, Marit. Weer een English question. Oh, I'm going international. A very friendly hello. We are a very friendly group of young elderly men from Eerbeek. Eerbeek. Eerbeek.
Ja, Spanje, denk ik. Lekker belangrijk. We want to let you see the encouragement we have for your media canal. We would like to see your genuine meaning about your fans in your new aflevering from Vraag Vakantie Visions. Thanks in advance. Hello? Yeah, hello. From Jel and Tim. Jel! From Jel! En Tim. Ik weet niet wat je... My opinion about my fans. I don't know my fans, so, and I don't have an opinion about... mostly anything. To have an opinion is rather tegenwerk. It works not for you to have an opinion. If you, look, this is a bottle of olive oil. Do you have an opinion about that? At all? So why should you have an opinion about what's happening? It doesn't work like that. Things happen. That's what it is. And if you have an opinion about that, you only sit yourself in the way, eh? So I don't have an opinion about my fans, but I love my fans, of course. You know, without my fans, what would I be? I would still be VK Fins, but then without fans. So who gives a shit? Another English question. Whoa! Dear VK Fins, a very, very friendly greeting from Randy and Ashley. We got two questions for you. You rascals. We wonder how you got so sexy and how do you feed Shaki the radioactive bad duck? How do I get so sexy, eh? That's a very good question because I have a secret. I smear... every morning, I smear a liter of Elvive aloe vera shampoo on my face. And then I let it track in. And then I let my skin absorb the liter of shampoo. And then you look like this. But it takes like 2 or 3 hours. So I wake up at 3 and then I do that shit and then I'm ready to go out. Then I feel very self-verzekerd. Confident about myself. And if I don't do it, I hide in the corner and I don't get out because I want to look good when I go outside. Because I think it's very important what other people think of my face and my whole appearance, you know. I'm keeping up the appearances. Huh. Because that is what's most important in life, what other people think of you, right? And how do you feed... Feet with the T. Shaki the radio. Radio. Yeah, how do I feed Shaki? I don't know if I want to show you this. But you ask so. Het is mijn eer te na om dat niet aan jullie te laten zien. It's my honor to not to show you this. So, how do I feed Shaki? Nou, Shaki, there we go. Very friendly friend. First, with the feeding of Radio Bad Duck, you have to take off the socks. You have to take off the socks. And then, very gently. Very gently you feed the duck. You feed the duck. And if you want, you can... You can also help him by holding him tightly. And, yeah. This is how you feed Ready Bad, okay? Oh, you like that, Sharky, huh? You like that, huh? Here, you smell it. Smell between the toes. Smell it! Smell it! So this is how you feed Radio Bad Duck. Oh, tyfus. Not getting any younger. Let me put on my socks. Let me put on my socks in front of the camera. Eh? Oh, that's better. That's better. Much, much better.
Okay, we switch to the Dutch. We switch to the Dutch. We switch to the Dutch. This is from Bas. Beste Vincent, in uw laatste aflevering had u het over het mijden van fluoride. Drinkt u water uit de kraag? Of drinkt u water met zo min mogelijk fluoride erin? Welk soort water drinkt u het liefst? Nou, de echte fans die weten dat. En ik drink altijd deze rakkers. Ik drink altijd bronwater. Kraanwater, ja, liever niet. Weet je, sinds die jaren. Vroeger werd er fluoride aan het water toegevoegd in Nederland. Althans, na wat onderzoek op het internet. Is dat wat mij werd verteld. Maar sinds de jaren 70 niet meer, omdat er heel veel protest was daartegen. Wat is er met fluoride? Fluoride is gif. Fluoride verkalkt je pijnappelklier en je pijnappelklier is je spirituele antenne. Dus als die verkalkt, dan verlies jij je connectie met daar. Dus waarom zou je fluoride tot je nemen? Houd je pijnappelkliertje zo schoon mogelijk. Dat zijn de verhalen. Ook zijn er verhalen dat ze in de jodenkampen fluoride in het water deden. En in Amerika wordt nog steeds fluoride in het water gedaan. En ja, ik weet niet of je wel eens met Amerikanen in contact bent geweest. Maar het zou best wel eens kunnen kloppen, die theorie. Dus ja, ik drink bronwater. Wat je ook kan doen is een waterfilter kopen. Die zijn redelijk prijzig, althans. Ik geloof dat je ze tussen de 5 en de 6 Meijer hebt. En die gaan heel lang, die gaan eigenlijk je hele leven mee. Dus ja, eigenlijk valt het wel mee. Maar je moet het wel hebben liggen. Je hebt ze ook voor goedkoper, maar dan moet je weer waterfilters aanschaffen. Om een half jaar of zo, weet ik veel. Dat kan je doen. En dan haal je echt dan heb je echt clean water. Je kan ook je eigen waterfilter maken met stenen, mos, grind, weet ik veel, zand, allemaal. Kan je ook doen. En dan filter je heel veel shit eruit. Maar drink zo schoon mogelijk water, weet je. Je bent 90% water, 80% water, wat is het ook weer. Dus zorg dat je schoon water in je krijgt. Je lichaam is je tempel, hou hem lekker schoon. Maar goed, ik drink bronwater en ik heb een bestelling gedaan voor die waterfilter. Maar tegenwoordig komt iedereen op dat idee, dus dat duurt tering lang voordat die er is. Maar goed, dus dat drink ik. Ah! De brief van de week. De brief van hallo. Vincent, hallo. Wat ben jij voor arrogante lul, joh? Pardon? Ik volg je al jaren en vind je video's altijd geweldig. Ik begrijp het even niet. Maar je reageert zelden tot nooit op de comments en je geeft ook nooit hartjes. Of likes. Dus vandaar mijn vraag. Wat ben jij voor arrogante lul, joh? En waarom reageer je nooit? En waarom geef je nooit likes en hartjes? Nou, hele vriendelijk hallo. Van Shirley. PS, niks persoonlijks hoor, maar ik vind je gewoon af en toe een lul. Maar je bent wel ontzettend tof. Nou, lieve mensen, ik denk dat we hier te maken hebben met een bipolair persoon. Huh? Maar goed, dat moet zij lekker weten. Ik bedoel, lekker belangrijk. Ja, waarom reageer ik bijna nooit? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, weet je, ik doe het voor mijn lol. En ik heb geen tijd om de hele dag. Maar sowieso zit ik liever niet op dat ding de hele dag. En als ik op alles ga reageren en likes ga geven, ja, jullie gaan weer reageren, ik ga weer reageren. En, ik doe het wel eens, maar dan ga ik er echt voor zitten en dan neem ik er de tijd voor. Maar ik ga het zo niet de hele dag. Ik lees het bijna allemaal wel en ik waardeer het onwijs. Ik vind het hartstikke leuk als jullie comments geven. En soms reageer ik, maar ik heb meer te doen met mijn leven. Dus het spijt me. Het spijt me als ik jou tegen je zere teen heb gestoten, Shirley. Bipolaire Shirley. Bipolaire. Polaire Shirley. Shirley, de bipolaire. Nee, dus ja. Sorry. Ik kom er niet aan toe. Ik zou het hartstikke leuk vinden. Weet je, om de hele dag. Nee, eigenlijk niet. Ik ga niet de hele dag. Normaal. Ik hou niet van typen ook. Ik vind typen fucking aan relaxed. Plus,
Weet je, vroeger had je sms. En dat was handig, weet je. Dus, maar bij vroeger, misschien voor jullie tijd. Maar dan moest je per sms'je betalen. Hè? En nou ja, dan was je aan het, ik studeerde tijdens die tijd. Dus elk sms'je. Ik gaf liever geld uit aan stappen. Dan dat ik aan een sms'je had gehad. Dus probeerde je je tekstjes zo beknopt en efficiënt mogelijk te houden. Dus dan was het, waar ben je? En dan stuurde die ander hier en hier. En dan zie ik, oké, ik zie je zo. Dat was het. Maar nu krijg je zulke lappe tekst op de WhatsApp. Wat het is met WhatsApp. Het is geen communicatie, weet je wel. Jij leest iets en jij projecteert je eigen verhaal op wat je leest. Terwijl die ander, die bedoelt waarschijnlijk heel iets anders. Dus het werkt niet. Ik bel liever. En ik hou niet van typen. Want ik kan binnen 30 seconden kan ik mijn hele levensverhaal aan je hebben verteld. En hier, als ik dat op de WhatsApp moet doen, dan ben ik godverdomme een half jaar bezig. Dus ik hou niet van typen. Maar goed, ik weet je, ik vind het hartstikke leuk wat jullie doen. En ik vind het heel leuk dat jullie het leuk vinden. Maar sorry. Ik kan er niks anders op zeggen. Ik ben een lul. Shirley. Bipolaire Shirley. Nou, jongens. Het einde. Het einde is daar. En dan weten jullie wel hoe laat het is. Ook de verrassing is daar. Want ik heb bijna nieuwe merch. Dit is de proefdruk. En ik heb er echt fucking lang. Ik ben al sinds begin december bezig met deze shit. Maar goed, dit is de proefdruk. En ik was al. Ik was hier nog niet helemaal tevreden mee. Ik ben hier nog niet helemaal tevreden mee. Dus de hoodie wordt anders. Hij gaat anders worden. Maar goed, dit is een proefdruk. Dus ik ga vanmiddag even bellen. Dit wordt ook wit. Hij wordt niet zo in ieder geval. Maar goed, dit is de proefdruk. Dit is de voorkant. Sjaakje op de voorkant. De achterkant. Sjaak van der Ham. Kwakkerfakkers. Dat is de nieuwe merch. Een hoodie. En wel hartstikke leuk. Maar goed, dit is de proefdruk. En hij is medium. Dus die mag ik weg gaan geven aan één van jullie. En nou, dat is hartstikke leuk. En dan wil ik van jullie weten. Wat als jij weet dat dit je laatste dag is op aarde? Wat ga jij doen? Hoe ga jij die invullen? Wat als dit je laatste dag is op aarde? Stuur je verhaal naar jemoeder43@hotmail.com. En dan gaan we volgende week eens even kijken wie die fantastische hoodie al dan niet in de wacht gaat slepen. Weet ik veel. Ja, dus dat. Weet je, wil je hem nog een keer zien? Nou ja, kijk maar als je hem gewonnen hebt. Dus dat. Wat als het vandaag de laatste dag is dat jij op aarde bent? Hoe ga je die invullen? Stuur hem naar je moeder 43 het onder te komen. Heb ik nog wat te vertellen? Nee. Dus dan zie ik jou volgende week bij... Oh, wacht even. Wacht even. Waarschijnlijk volgende week. Waarschijnlijk volgende week. Ik moet even nadenken. Nee. Dan ben ik in ceremonie. Volgende week vrijdag. Maar misschien dat het wel lukt. Als het niet lukt, laat ik het jullie weten. En anders hebben jullie 2 weken de tijd om even te bedenken hoe jouw invulling is als vandaag de laatste dag is dat jij op aarde bent. Graag alleen serieuze shit, want ik ben ook een heel serieus persoon. Dus ik zie jullie volgende week. Oh, oh, nee. Ik zie jullie volgende keer. Oh, oh, oh en oh.